De archiefcommissie van de Evangelische Broedergemeente in Suriname, de EBGS, heeft gisteravond een lezing gehouden met als thema Allodiaal eigendom en erfelijk bezit. De juridische basis van de EBGS is nader uitgelegd tijdens deze lezing. De inleider was jurist Chas Meynals. Hij sprak in zijn presentatie over het begin van de gronduitgifte in Suriname. Volgens hem mocht niet iedereen land bezetten. Dat recht was slechts voorbehouden aan de soevereinen of heersers. De opperheerser mocht land occuperen en zij die vergunning kregen om te occuperen, deden het dan namens de soevereinen, zegt Meynals. Het doel van verovering was aan de ene kant vergaring van rijkdom. En vergaring van rijkdom gebeurde of door roof, gewoon heen gaan, roven, terugkeren met de buit. En soms was het om langer daar te blijven, zonder de intentie om op korte termijn weer te vertrekken. En dat waren voornamelijk de Spanjaarden, Fransen, Engelsen en Duitsers die uitgingen om te koloniseren. De systematische kolonisatie, met name van Suriname, is begonnen rond 1650 onder Willoughby. Willoughby is naar Suriname gekomen en heeft geoccupeerd. Maar ten tijde van de occupatie van Willoughby was er geen soeverein in Engeland. Meynals zegt verder dat er een stelsel van voorwaarden en beperkingen was bij de gronduitgifte. Grond kon niet in eigendom worden gegeven, want het moment waarop je eigendom had, kon niemand je meer dwingen om iets te doen, zegt Meynals. Als je eigendom hebt, dan doe je met de grond wat jij zelf wil. Allodiaal eigendom, of een van de andere titels van uitgifte, die waren gekoppeld aan een aantal verplichtingen waar je aan moet voldoen. Voldeed je er niet aan, dan liep de kans dat de grond weer afgepakt werd. En zo was er een dwang aanwezig om de grond productief te maken, maar tegelijkertijd om tot productie over te kunnen gaan. De naam is uitgegeven vanaf de kolonisatie, de eerste kolonisatie, was het gebruikseigendom. Geen vol eigendom. Als het vol eigendom zou zijn, dan zou de druk op de verkrijgers wegvallen en dan zou er niet meer geproduceerd hoeven te worden. Tot zover Chas Meynals, die was gisteravond de inleider bij de lezing met als thema Allodiaal eigendom en erfelijk bezit. De lezing is georganiseerd door de archiefcommissie van de Evangelische Broedergemeente Suriname.